Welkom bij De Artiestingang. Het programma voor lokale, regionale en nationale artiesten. Vanuit de backstage roepen wij naar voren uw presentator Marco van Dira. Lieve mensen, hartelijk welkom alweer bij deze 15e aflevering van De Artiestingang. Het programma over de Nederlandse artiest. Live registraties en natuurlijk videoclips. Straks weer een gast bij mij hier aan tafel. Hij komt niet zo heel ver hier vandaan. Hij zal zichzelf zo aan u voor gaan stellen. We gaan snel beginnen met een vrouw die een tijd terug ook hier in de studio was. Jolanda Zomer en ik ben gelukkig zonder jou. Het is nu eindelijk een feit. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je sigaretten als knoe jij voortaan de haren niet bij mij. We gaan ook niet meer samen eten. Ik kan van nu af aan vergeten hoe jij mij vroeger hebt gekust. Ik heb nu eindelijk mijn rust. Zoekend voor mij staat. Je lachen en je harde stap hoor ik nu niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren en ik niet nachtenlang te luisteren. Het bed is wel wat groot voor mij, maar zelfs daar ben ik nu vrij. Naar de opening van de 15e aflevering van De Artiesteningang. Jolanda Zomer coverde het nummer van Connie van den Bos. En ik ben gelukkig zonder jou. Naast onze gast van vandaag, Henk, hartelijk welkom. Dankjewel. Net afgetraind. Ja, ik ben net, ik heb ook wel spierpijn. Dus, echt waar? Ja, mijn knieën die... We hebben straks nog een verrassing als de opname klaar is. We hebben hier nog een masseuse, dus... Dat komt goed. Laat Lennik het maar niet weten. Nee, kijk, ik denk schap onder mijn kont. Oké, zal wel even vallen, denk ik. Goed, Henk, in ieder geval hartelijk welkom dat je hier wil komen. Ook leuk dat je er wil zijn, bij ons in de artiesteningang. Ja, het programma eigenlijk over de clips. Een live registratie van Nederlandse artiesten eigenlijk. En daar hoor jij natuurlijk ook bij. Maar ja, als ik jou
kijk op Wikipedia of even kijk op jouw website, dan zie ik staan op 16-jarige leeftijd naar FC Den Bosch gegaan. Ja, ik was al eerder. Op mijn 12 of zo ging ik al naar okay. 13. Maar 16 toen teken ik eigenlijk het eerste profcontract. En met je 17 speel je eerste wedstrijd bij het eerste? Ja. Toch? 17 jaar was ik en voetbal ik al tussen de grote jongens. En ja, we hadden echt een fantastische ploeg toen die tijd. Ik kwam eigenlijk net kijken, maar ik heb echt een half jaar lang 12e man geweest. Elke keer als iemand ingevallen moest worden, was ik het. Met Anthony Leurling, Harry van der Laan, Marcel van der Helmond, Patrick Dekkers, Scholten kwam later nog, Hans Gillo's, nog meegedaan dat seizoen. Jantje Michels, we hadden echt een topploeg toen. Dat is in ieder geval een mooie tijd in ieder geval. Ja. Zometeen meer over in ieder geval ook de muzikale carrière. Henk die lult er al meteen ineens een pin op. Die denkt van een half uur gaat hier snel voorbij. Gaat ook snel Henk, we hebben nog meer te vragen. We gaan nu kijken naar een nieuw talent wat er eigenlijk aan zit te komen. Bob Offenberg, let op die man. Gevonden wat ik wou. Maar toen ik haar leerde kennen, wist ik ze is bijzonder, deze vrouw. Wij zullen elke storm doorstaan. Ja, samen kunnen wij de wereld aan. Want als een koud en stil, laat zij de zon verschijnen, ja voor mij, dat doet zij. Ik laat je nooit, nooit meer gaan. Als je aan me denkt, kom ik eraan. Want als een als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Oh jij, oh jij. Want als ze naar me kijkt, ben ik veroverd. En als ze naar me lacht, voel ik mij de hemel te rijk. Als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Kijk naar de clip van Bob Offenberg en als ze naar me kijkt. Nog steeds hier bij mij aan de desk, Henk Dame. Henk, misschien zeg ik het verkeerd, maar er komt nieuwe singles in eraan te komen. Je hebt pas iets gedaan, maar het is even rustig geweest rond Henk. Ja, weet je, het is als je op een gegeven moment, ik heb op een gegeven moment een single uitgebracht, Laat Me Alleen. Ja. Op een gegeven moment, ik heb eerst een single of 4, 5 achter elkaar gedaan. Ja. Ik ben begonnen met Ik Wil Voor Altijd. Ik heb het heel nacht gedroomd, ik wilde heel avond dansen. Zij valt op de DJ. Zij valt op de DJ, ja. Inderdaad. Daar waren op een gegeven moment echt alleen maar singles achter elkaar gedaan om
heel veel in hitparades te staan, omdat de mensen je heel veel kunnen zien. Ja. Toen hebben we een album uitgebracht, die heeft volgens mij 36 weken in de album top 100 gestaan. Tot nu toe mijn allergrootste prestatie geweest. Ja. En dat kwam eigenlijk alleen maar door dat we heel veel singles uit hadden gebracht. Dat die mensen dachten van, hé, die wil ik wel ook op één schijfje hebben. Dus eigenlijk een beetje ja, toch slim over nagedacht, vind ik zelf dan. Nee, zo goed, ja. En hebben we een album uitgebracht toen en daarna hebben we nog een single Laat Maar Alleen en Leef Je Eigen Leven Maar gedaan. Toen heb ik gezegd, nou laten we maar eventjes een beetje rustig, even een maandje of 3, 4, okay. Misschien 5 maandjes rustig aan. Doen, hebben we toen gedaan. En toen, nu hebben we een singeltje uitgebracht van Morgen Vroeg Dan Kus Ik Jou. En die is net uit hitparades, dus nu hebben we even gezegd, nou een paar weken rust weer. En de volgende die gaan we weer uitbrengen. Wat eruit kan. Ja, ik heb het in de wandelgang al gehoord, maar er zit dus iets nieuws aan te komen. Ja. Ook een primeur denk ik voor de mensen hier van de artiestingang. Ja, inderdaad. We gaan het er niet over hebben, Henk, want ik zie het aan je gezicht. Dus dat doen we de andere keer. De volgende, als die nieuwe eruit is, dan nodigen we zeker weer een keer uit. Nu gaan we even kijken naar Johnny Gold. Een raar mannetje als je hem ziet, ook in de clip. Hij verkleedt zich altijd. En die sick die hij heeft, die wordt altijd lekker geverfd. Samen zijn, zo heet hij. Hey, mijn hartje, mag ik even met je praten? Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent? Want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onrust dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Het maar voor kort. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekrijgt als je me aankijkt? Want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door dat gevoel laat ik je naar Johnny Gold. Ja, in het begin trad hij volgens mij met z'n tweeën op. Nu is hij helemaal weer alleen en het nummer heette Samen Zijn. Ja, het kan toch raar lopen. Eerst samen zijn en nu doet je het weer alleen. Een vraag aan jou eigenlijk ook, Henk. Jouw optredens, ik vroeg dat pas ook al een tijd terug eigenlijk aan John de Bever. Maar
Doe jij het liefst eigenlijk tussen de mensen en zeggen van ik doe liever de grotere programma's, de grote evenementen? Nee, ik vind het mooiste de kleine dingen. Kleinere dingen, ja, kleine zaaltjes. Het allermooiste. Dan kan je met de mensen praten, dan kan je met de mensen even een arm om de schouder doen. Zeg ik dat goed? Ja, ja zeker. En gewoon even met de mensen contact hebben. Je hebt ook heel vaak feesten in een grote, of optreden in een grote feesttent of grote pleinen. En dan heb je natuurlijk wel eens dat een aantal mensen achter het hek op de foto moeten. En dat vind ik niet erg, ja. Dat doe ik met liefde en plezier. Ja. Maar dat is toch anders. Het is niet zo dichtbij. Hè? Dan moet je achter een hek moet je een foto. En in de zaal sta je tussen de mensen in. Of je gaat op het stoel zitten, een fotootje maken. En veel gezelliger, vind ik zelf. Oké. Wat ook gezellig was, en daar wil ik even op terugkomen. Je hebt iets gedaan bij Omroep Brabant een tijd terug. Het kamp van Henk Dame was een succes. Ja. Toch? Ja, heel groot succes. Hoe is dat zo gekomen, Henk? Nou, iemand van Omroep Brabant heeft mij op een gegeven moment benaderd. En die zei van, zou je het leuk vinden om een soap bij Omroep Brabant te gaan opnemen? Ik zei, nou, geen probleem. Toen zei de directeur van, nou, dan maken we een pilot uitzending. En dan doen we wat stukjes daarin van Henk's familie. Hebben we gedaan en het was zo verschrikkelijk goed bevallen dat ze zeiden van perfect, dit wordt gelijk de eerste aflevering die we uit gaan zenden al. Okay. En dus in de eerste uitzending werd eigenlijk iedereen even voorgesteld in het kort. Mijn vader, mijn schoonvader, mijn schoonmoeder, mijn moeder, eigenlijk alles. Maar eigenlijk een heel groot succes, want ik kan nog herinneren de onderdirecteur die zei van nou ik wil dat die soap op televisie komt, want het wordt een succes. En ze zeiden van ja, maar als het geen succes wordt, heb jij een probleem, weet je wel. Dus ik kan nog herinneren dat de eerste uitzending geweest was. En een dag daarna had Omroep Brabant een bedrijfsfeestje, heb ik opgetreden. En de directeur die ging echt, die zei fantastisch rond mijn nek. En ik had de allerbeste kijkcijfers gehaald toen. Ja, okay. We hebben hele goede kijkcijfers gehaald met de soap. En ik heb het heel erg leuk, eigenlijk heel erg goed naar mijn zin gehad. Want het was dat is nu een paar jaar geleden. Volgens mij was het 2006, 2007? Vijf jaar geleden, denk ik. Vijf, oké. Okay. Zo lang geleden niet. Ja, dat is weer 5 jaar geleden. Dat is oké. Okay. Die kleine is weer groot, hè? Ja. Je hebt er 3, hè? Ja. Je hebt er 3, dus zullen we het zo nog even over hebben. Ja. Maar snel naar de volgende. En die is van Jamman. Het malletje altijd met die Nike-pad. Let op. Gewoon weer opnieuw. Waarom ben jij zo veranderd? Ben jij dan vergeten? Alles begon. Waarom doe jij nu zo anders? Geef mij eens een reden. Zeg mij waarom. Is die tijd van samen zijn nu voorgoed verleden tijd? Wil jij niet? Wat ik maar kon. Waarom? Je wist van tevoren. Het blijft geven en nemen. Zeg mij waarom. Is die tijd van samen zijn nu voorgoed verleden tijd? Net als toen.
als toen. U keek naar die clip, wat ik net ook al zei, de man met de pet. Jamman. En gewoon weer opnieuw. Naast me nog steeds Henk Dame. Henk, we hadden het er net al een beetje over. De soap van Omroep Brabant eigenlijk, jouw familie. Ja. Als ik dan kijk, je hebt drie kinderen. Henkie, ja. Johan, Melissa. Lenneke, je vrouw. Je optredens, druk artiest. Maar zij moeten er natuurlijk wel achter staan wat jij doet. Ja. Ja, weet je, het is het belangrijkste natuurlijk. Ze zeggen ook altijd, achter een goede artiest staat een goede vrouw. Zo is het ook gewoon. Want ja. als je vrouw altijd loopt te zeuren, moet je nou weer weg? Ja. Dan is het zo afgelopen, want ja. dan heb je zelf ook geen zin meer in. Zo eerlijk is het. En nou, wat dat betreft heb ik een hele goede vrouw. En die me daar overal in steunt. En ook die kinderen vindt het hartstikke leuk. En je hebt wel eens van, moet je nou weer weg, papa? Weet je wel? Ja, ja, ja. Maar ja, het hoort erbij. En ik ben nu met iets bezig waar ik 4-5 dagen in de week niet thuis ben. Daar haal ik zo meteen. Volgend jaar, waar ik nog niks over mag zeggen. En dan wordt het wel wat zwaarder, want dan ga ik er zelf ook moeite mee hebben natuurlijk. Maar ja, het is voor je carrière en dan moet je ook daarvoor staan. Het is toch de bron van inkomsten, ja. ook ja, voor jou natuurlijk, ja, professioneel. Dus op het volgende wat ik wil hebben, een kleine voorloop over de clip die ik zo meteen eigenlijk wil laten zien eigenlijk. Maar een van jouw singles, Laat Me Alleen, eigenlijk van, je hebt de goedkeuring gehad van Hazen, of tenminste eigenlijk van, ja. Je hebt daar gevraagd ja. of je dat nummer mocht doen. Ja, heel weinig mensen krijgen natuurlijk... Ja. Krijg natuurlijk die toestemming. Natuurlijk worden er wel een hoop nummers van Hazes gecoverd, maar ja. dat wordt ja. niet gevraagd. Nee. Nee, weet je, het is, ik vind als je zoiets doet, moet je toch gewoon netjes toestemming vragen. Krijg je geen toestemming, jammer. Dan ja. pak ik een ander liedje. Ja. Maar je moet wel via de eerlijke weg doen, anders moet je hem niet uitbrengen. Persoonlijk dan. Ja. En ik heb via mijn manager Tom Peters en ik samen hebben dat gedaan. En we hebben netjes toestemming gekregen. En tot nu toe mijn allergrootste hit in het land ook. Het is niet normaal, het liedje waar ik ook sta. Die tent gaat op zijn kop. Ja, blijft denk ik ook, ja. hè? Ja, dat is een heel goed liedje. Echt heel goed. Ja, absoluut. De volgende, ik zei het al, wat ik eigenlijk wil laten zien, is eigenlijk, volgens mij is de neef van André Hazes, Stanley Hazes. Ja, Stanley, ja. Ken je hem? Ja, ken ik heel goed. Okay. Ken ik al heel lang, hoor. We gaan kijken naar een clip. Vandaag doe ik mijn eigen zin. Ik moet dit en ik moet dat. Ik heb het helemaal gehad. Ik kap er mee zoals je ziet. Ik sta altijd klaar, dag en nacht, geen bezwaar, maar vandaag even niet. Ik ga lekker bieren waaien, de telefoon die zet ik aan. Nee, ik ben niet meer te paaien, want net nam ik dit besluit. Maken. Want ik doe mijn eigen zaken. Neem nu even geen gezeur. Lekker weg uit de sleur. Niets moet en alles mag. Een gelach, een gouden dag. Is niet wat je verwacht, ben even weg zoals je ziet. Ik wil alles voor je doen, veel liefs en een zoen, maar vandaag even niet. Ik ga lekker zwieren zwaaien, de telefoon die zet ik aan. Nee, het is niet terug te draaien, want net nam ik die. Vandaag doe ik mijn eigen ding. Ik heb het prima naar mijn zin. Niemand kan mij nog iets maken. En alles maar
kijk naar de clip van Stanley Hazes. En vandaag doe ik mijn eigen ding. Lukt het niet, Henk? Nee, lukt niet. Oké, ik zal hem even vasthouden, een beetje strakker. Vorige week hadden we de prijsvraag van Toon de Migra. En Toon die vroeg ons eigenlijk, waar komt de naam de Migras vandaan? Ja, dat is natuurlijk van de woonplaatsen van die twee. Mil en Graven. Winnaar of winnares staat hieronder in beeld. Henk, jij hebt ook een prijsvraag voor de mensen thuis. Ja. Ik heb een programma gehad bij Omroep Brabant. En ik wil eigenlijk graag weten, hoe heet het programma? Het was die soap. Die soap bedoelt Henk. Bij Omroep Brabant, enkele jaren geleden. Door veel mensen bekeken. Als u het antwoord weet, en u heeft het goede antwoord, maakt u kans natuurlijk om de sjaal te winnen van Henk Dame. Mail uw antwoord naar artiesteningang@skylinertv.nl. artiesteningang@skylinertv.nl. Henk, nogmaals bedankt dat je hier wilde zijn bij de Artiesteningang. Er zijn een hoop nieuwe dingen. Ja. Ik kan er niet over vertellen, maar goed. Volgend jaar kom jij er bij ons op terug, dat hoop ik tenminste. Ja, ben je weer uitgenodigd hier bij mij aan de desk. Maar we gaan nu even kijken naar jou. Laatste clip. Is goed. Ja, de nieuwe single. Morgen vroeg, dan kus ik jou. Ik ben vaak heel laat onderweg en kan niet bij jou zijn. Dan moet ik 's avonds werken, dat vind jij niet altijd fijn. Dan ook denken, wanneer heb je tijd voor mij? Geloof me schat, voor mij is er maar één en dat ben jij. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen, sla mijn armen om je heen. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, zijn wij twee bij elkaar. Dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering die houdt ons bij elkaar. Als ik van huis ben, dat ik geen gekke dingen doe. Ik sta niet altijd voor je klaar, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik blijf altijd verlangen, ook als ik er niet ben, naar mijn allergrootste liefde, de mooiste die ik ken. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen, sla mijn armen om je heen. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, zijn wij twee bij elkaar. Dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering die houdt ons bij elkaar. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen, sla mijn armen om je heen. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, zijn wij twee bij elkaar. Dat wordt de mooiste herinnering.